Natuurman Tjibbe de Jong van ADG had de otters een jaar lang thuis grootbracht. Het had dus nooit verveeld. We zijn net op vakantie geweest, maar dat had er heel goed voor gegaan. Als het zocht hoe die dieren het hier net zien, hier een hele spannende dag, ja. Ja. Maar ik zou er echt naar uit dat die dieren loskomen. Onder tasje en teeg van een soort parsen en help van deputaire Johannes Kramer worden de otters in een bestelauto zetten. En let op, we mij kwad nog even zien. Dan gingen de loekjes dicht en zetten de jongen en zijn vrouw aan naar Jenne Waard. Ze gingen naar de vrije natuur in. Heel blij. Eind jaren 80 waard de laatste otter bij de oude vingen deerrieden. En over dus bezocht het best, dat soms die een kilometers lange tochten maakt, waarom te krijgen in het Nationaal Park. Krek liek als in 2002 in de weer hebben. Dat is doel voor een padslagen en nijteam van otters derwij hadden oude vingen ook al razoon dien. Maar in teel dreigend en er ben ik een soort deerrieden. Vraag is dan ook wat zulke projecten wel doel ha. De leefomgeving hier is echt fantastisch. Ze gaan het heel goed doen hier. Er is riet, er is moerasbos, er is ontzettend veel vis. Het is het perfecte gebied daarvoor, dus daar ben ik heel erg blij om. Naast de treien van Joer worden de komende weken nog eens treien otters uitzet. Al komt er uit Tsjechië en eerst een riek. Het moment dat de jong zien otters van beetje vrij lid, mij we net bijwezen. Voordat er voortvaart, beschikken we toch nog een glimpje op te vangen. Doel is dat de besten haar voortplantje en zorg je voor een grote populatie. De otters zou alle gerenstuurder krijgen, zodat ze op afstand volgen worden kunnen.